ben Willy van Bussel. Ik maak een kleine 40-jarige keramiek. Begonnen met aardewerk, steengoed en al vrij snel met porselein. Porselein heb ik gebruikt om kristalglazuren te maken voor een kleine 20 jaar. Daarna vond ik het niet meer zo spannend om de oven open te maken. En ben ik begonnen met het nog steeds op de schijf draaien van heel dun porselein. En met dat decoreer ik met geometrische motieven. Omdat ik nu een kom ga draaien, maak ik hier een hele dikke bodem. Ik zal het zo meteen laten zien. Omdat ik met die hoge voetjes wil maken. Van die smalle, hoge voetjes. Dus wat ik nu doe. Ik laat die bodem heel dik. Zie je, de bodem hiervan is zo. En dat doe ik omdat ik dat naar de hand allemaal wegdraai. Bij het afdraaien ga ik dat allemaal... Alles wat ik nu weghaal, hoef ik naar de hand met het afdraaien niet weg te halen. Dunner dat ik nu draai, zoveel te minder werk heb ik straks met het afdraaien natuurlijk. Maar het is niet mogelijk om heel erg dun, tenminste niet voor mij, om heel erg dun te draaien. Zeker niet omdat ik met vrij veel water werk. Maar kijk, hij is nu, wat is die, 3 mm dik, 4 misschien. En uiteindelijk probeer ik hem zo dun mogelijk te maken. 1 à 2 mm. Ik weet niet of dat zo dun mogelijk is, maar voor mij wel. 1 mm is heel erg dun.
Ik werk nu eerst de binnenkant. Maak ik glad en mooi. En daar gebruik ik een lepel voor. Een gewone ouderwetse soeplepel. Ik weet niet of een soeplepel ouderwets is trouwens, maar denk ik niet. Ik ben nu bezig met het afdraaien van de binnenkant, zoals men kan zien. En de binnenkant draai ik niet zo heel veel af, maar maak ik alleen maar glad. En het meeste wat ik af ga draaien om hem echt dun te maken, dat doe ik aan de buitenkant. Maar ik maak de binnenkant, zoals gezegd, mooi glad en gelijk. Een houtrasp of voor het bewerken van hout. En dan gaat het wat, omdat ik nogal wat weg ga halen, dan gaat dat wat sneller. Ik haal hem nu af om even te voelen en te kijken hoe dik die is. En het voordeel daarvan is dat ik hem dan gewoon terug kan plaatsen. Ik heb goede hoop. Finishing touch. Oké. De pot is inmiddels op 1000 graden gebakken, whisky. En daarna ga ik mijn decoraties aanbrengen. En daarvoor gebruik ik tape. Ik heb geen plannen op papier voor wat ik ga maken. Het zit gewoon in mijn hoofd. Ik werk wel vaak, ga ik met de vorm van de pot, met de lijn van de pot mee. Zoals in dit geval. Ik doe altijd dubbel tape aanbrengen. Want als ik mijn decoratie, als die klaar is, dan ga ik... spuiten de overgebleven oppervlakken met porselein slip met een kleurtje erin. Ik werk per kleur, zeg maar. Dus ik breng de tape aan waar ik denk dat het nodig is. En als ik daarmee klaar ben, dan spuit ik voor de eerste keer met een... Een kleur. Eén kleur tegelijk. En daarna wordt de tape weggehaald. Ga ik opnieuw tot 1000 graden bakken. En dan kan ik nog een extra... Kan ik weer tapen om nog een andere kleur te gebruiken. De kleuren die ik gebruik zijn meestal heel erg donkerblauw, bijna zwart. En rood en geel en wat hebben we nog meer? En blauw. Het leuke van het decoreren op deze manier is ook dat je hebt eigenlijk niks nodig, zoals je ziet, als een rolletje tape en een schaartje en verder en een paar van je potten of één pot. En als het zomer is of een beetje, dan zit ik ook meestal in de tuin of buiten en dat is wel lekker. Stel dat ik
ervoor kies om dit vlak ook nog niet te bewerken, dan pak ik een stukje keukenrol en dan plakken we dit even af. Ja. Ik ga dus nu de pot spuiten met één kleur, zoals ik al eerder vertelde. En dat is donker, heel donkerblauw. Als ik een glanzend transparant glazuur eroverheen doe, dan wordt het bijna zwart. Er zit heel veel kobalt in en nog wat ijzeroxide. Verder, wat je nu ziet, is dat de pot staat in de spuitcabine met een gewichtje erop. Het gewichtje is ervoor om de pot een beetje, want door het spuiten komt er wat druk op te staan en ontstaat er wel wat wind die de pot anders van het draaischijfje afblazen. Ik spuit in hele dunne laagjes en om met een brander even alles helemaal droog te maken. Als ik dat niet doe dan, en spuiten in één keer, dat is niet mogelijk, want dan druppelt het slip van de tape af met alle gevolgen van dien. Als je kan het zien dat het nu snel droogt. En dat komt omdat het zo'n dun laagje is. Dus het is dus een heel dun laagje porseleinslip waar ik het al over had. De tape, dat duurt iets langer. Nou, dit is helemaal droog. Nu kan ik de volgende laag aan gaan brengen. Ik doe dit 3 à 4 keer. Eigenlijk kan je steeds ietsje dikker spuiten, omdat de pot een beetje warm wordt en dan ook sneller, zoals je ziet, sneller droog. Okay. Nu is die gespoten en kunnen we, het voordeel ook van het gewichtje is dat het bodempje heel mooi schoon blijft en dat je daar verder niks aan hoeft te doen. De pot is nu klaar om de tape heel voorzichtig weg te halen. En dan kan die nog een keer in de oven voor eventueel een andere kleur. Mocht je zeggen van dit is oké, ik wil alleen maar het donkerblauwe, het zwarte, dan is die eigenlijk na het weghalen van de tape klaar. Dan kan die nog geglazuurd worden eventueel, wat ik vaak doe aan de buitenkant in zo'n geval. En dan kan die in de oven voor 1270, 75 graden. Okay, dit is dus het eindresultaat van wat we net niet helemaal gezien hebben, omdat ik hier nog een extra kleur heb aangebracht. Dus nog een keer tussentijds gebakken en daarna nog een keer getaped. En tussentijds bakken, dat is omdat het anders te kwetsbaar is om nog een keer te tapen. Dus de rode kleur is hierop aan. Daarna is er een transparant glazuurtje overheen gegaan met een en op 12 een transparant porseleinglazuur en op 1275 graden gebakken en dan met dit als eindresultaat. Heel erg dun en het mooie van het porselein is de transparantie. Dat is wat ik ervan vind. Bovendien vind ik het nog steeds een geweldige uitdaging om een pot zo dun te maken op een draaischijf.